Ja, goedenavond. Dankjewel en gefeliciteerd, Abt en Monique. Van harte gefeliciteerd. Toen ik het mailtje kreeg om hier te komen vanavond, had ik eigenlijk meteen terug willen mailen. Als het maar niet inhoudt dat ik de eerste dans moet gaan doen. Want ik ken mijn beperkingen. Dat zijn er vele, maar dans is er één van. Dat is waar. Ik heb het ooit gedaan. Ik heb het destijds tot de categorie zilver en iets geschopt. Ik vind het heel bijzonder, omdat het Café Concordia natuurlijk een heel bijzondere plek inneemt in de gemeenschap van Berkel-Enschot. Wanneer was het vorige week? Twee weken geleden dat we de 850 jaar bestaan vierden van Berkel-Enschot. En ook in dat filmpje en ook in alle herinneringen die daar werden gedeeld, daar kwam Concordia natuurlijk in terug. Het is een belangrijke plek in ons dorp. Waar vele mensen in Tilburg en omgeving wel hier de eerste danspasjes gewaagd en zoveel meer geleerd. Dus dat maakt het ook bijzonder. Jullie nemen een bijzondere plek in daarmee in Tilburg en in onze gemeenschap. En daarnaast, als je kijkt naar het belang van Opzal, dan gaat het verder dan alleen de dansschool en wat jullie daar aan de mensen overbrengen. Het gaat ook om de uitstraling die jullie voor Tilburg en voor onze gemeente kunnen bieden. Als je kijkt naar jouw rol, Monique, in de jury bij Dancing with the Stars. Als je kijkt naar de uitstraling die daarmee ook aan Tilburg gegeven wordt. Of als je kijkt naar de award die jullie hebben gewonnen van de overkoepelende dansscholen. Dan denk ik, ja, jullie zetten daarmee ook Tilburg en ook ons. En alle mensen die het mede hebben mogelijk gemaakt. En ik wil jullie daar dus van harte mee feliciteren. Ja, dan gaan we zo meteen over naar de opening. Want mijn lieve schoonzus Suzanne die heeft een heel mooi lied daar gemaakt. Maar dat doen we niet voordat ik het woord heel even geef aan onze pastoor. En ik zeg, dan zegt hij, komt ze maar aan, maar het is echt waar. Wij hebben echt de leukste pastoor van heel Nederland. En ik ben zo blij dat hij er hier is, want voor ons betekent het ook heel veel dat hij het pand wil gaan inwijden. Ja, dankjewel. Wat heeft het voor zin om een dansschool in te zegenen? Komen er dan meer mensen? Of draait die zaak dan volop omzet? Nee, want de zegen van de Heer zal onze eigen menselijke verantwoordelijkheid niet buitenspel zetten. Integendeel, we mogen ons daartoe aangespoord, opgeroepen en uitgedaagd weten om juist onze eigen talenten en mogelijkheden die we allemaal gekregen hebben te gebruiken. En in het boek der wijsheid staat het heel mooi. Iedereen zal ons zien dansen, overal laten we sporen van vrolijkheid achter. Dat is toch waarvoor we leven, dat is toch ons lot. Nou, beter kan het niet passen dan bij jullie. Alvast van harte proficiat. Dames en heren, dan gaat de wethouder zometeen, die gaat het lint doorknippen. En onze pastoor Pieter die gaat er dan achteraan en die begint het pand te zegenen. Maar de bedoeling is wel dat jullie meelopen naar binnen. Geniet ervan deze avond. Vriend en eind. Het is al verteld.